Dat zometeen, maar nu eerst even het grote zorg om Sven Kokkelman. Ja, die kennen we natuurlijk van tv, maar hij maakt ook een radioprogramma. Elke dag Sven op 1 van 11:30 tot 12:00. Legt hij vooral politici het vuur na aan de schenen op zijn Sven Kokkelman. En ja, dat doet hij heel goed. Goed voorbereid altijd, zeer te zakenkundig. Het ging over het klimaat, daar kun je heel veel over zeggen. Maar dat deed Sven niet, want zijn stem die stokte ineens. Het fragment duurt langer, maar we hebben een klein stukje om je een idee te geven. Al die maatregelen van de overheid die niet goed verder kunnen, dat ook van uiteindelijk is een keer sorry. Ja, veel bezorgde reacties van luisteraars. Wat gebeurt hier? Nou, dat heeft WNL inmiddels laten weten. Dat het een migraineaanval geweest is. Dat het inmiddels al een stuk beter gaat met Sven. Hoe het morgen gaat, of hij er morgen is, zowel op tv als op radio, dat weten we op dit moment nog niet. Maar ja, een migraineaanval, daar heb je heel veel last van op dat moment. Zeker als dat spontaan de kop opsteekt in een live-uitzending. Dus alle zorgen, het schijnt mee te vallen. Maar het was wel akelig voor de mensen om te horen. Je zou bijna denken dat het iets ergers is. Ja, daarom. Mensen dachten aan wat anders. En ja, dat is het gelukkig niet. Nee. Dan de stylist van het Zuiden. Die mag een nieuwe taak aan zijn to-do-lijst toevoegen.